Amai, hij vliegt nogal, uw Oscar. Ex-Oscar. Sinds meneer liever bij de Hare Krishnas rondloopt in Kathmandu met van die oranje rokjes aan en hele dagen met belletjes loopt te rinkelen, moet ik daar niks meer van hebben. Nee. Hij had toch één voordeel, hè? Ja. Hij moest zich niet meer laten kaal scheren, hè? Is uw koffie op? Ja, waarom? Wel, dan kunt je mij misschien helpen opruimen zoals je beloofd had. Zeg, slavendrijver. Is dat nu een moment om grote kaas te doen? Ja, dat is nu de moment. Ik herbegin. De oude Pascal Krukke is dood. Ja, voilà. Ik vond al dat je er bleekjes uitzag vanmorgen. Ik bedoel dat ik opnieuw wil beginnen leven, Carmen. Ik heb mij lang genoeg laten doen door Oscar en Bieke. En nu is het mijn beurt om mij te amuseren. Allee, je gaat dus achter de venten zitten. Kun jij nu nooit aan iets anders denken? Ik wel, ja. Alhoewel, moest er iemand in mij geïnteresseerd zijn? Er is iemand in u geïnteresseerd. Boma. Die bedoel ik niet. Trouwens, ons Bieke kan hem niet goed uitstaan. Nee. Zeg, hé. Dat is nog een nubelt cadeau van ons Madeleine. Amai, de goede smaak zit in de familie. Oh, ja. Kom, passie. Alles dat voor iets? Geef dat hier. Amai. Voilà. Kom, en ga zitten. Ja. Ik zal het wel alleen doen. Ja, dat is goed. Goh, zeg. Hoe zou het met Doortje zijn? Hetzelfde als gisteren, zeker? Arm schaap. Zo alleen gelaten door haar pico. Allee, wie had dan nu gedacht dat die jommekeskop haar in de steek zou laten voor een andere vrouw? Ja. Oh, allee, wat moet er nu van dat arm Billieke worden, hè? Billieke zit bij haar ma. En trouwens, Doortje, die zal haar plan wel trekken. Nee, Doortje, die kan niet zonder mannen. Nee. Die is niet gelijk wij, hè. Allee, gelijk ik, hè. Hallo, met DDT OK-kaars. Jawel. Ook DDT heeft zo'n duur antwoordapparaat. Spreek geen boodschappen in, want er is geen beep. Betaal wel uw facturen op het nummer 320-25-831-70. Haast u. Zijt je weer al bezig met die onnozele boodschappen? Onnozel? De ene na de andere klant belt mij op om te zeggen dat ik me wacht op mijn geld. Je zou toch niet willen dat ik failliet ga? Oh, geld, dat is ook het enige waar dat jij aan denkt, hè. Dat is niet waar, Doortje. Ik denk ook aan u. Alsjeblieft. Oh. Wat heeft dat te betekenen? Schoon, hè? Wacht, ik zal hem op uw bureau zitten. Zo denk je ook aan mij als ik er niet ben, hè? Dimitri, wat wilt jij van mij? Wel, nu dat Pico er vandoor is met die Ria de Stekker, had ik gedacht dat... Allee, je begrijpt, alleen is maar alleen, hè. Alleen is prima. Ik ben nog maar juist van heel die mannenmiserie vanaf en nu zou ik er al terug moeten aan beginnen, zeker. Je begrijpt dat verkeerd, Tootje. Ik zou je nooit in de steek laten. Jij wilt gewoon van mij profiteren als gratis werkkracht, ja. Maar nee, ik wil niet profiteren. Je mag bij mij komen inwonen. Ik zal er zelfs niks aan rekenen voor het eten. Ik wil je foto niet hebben en... Laat mij maar gerust. Ik wil geen mannen meer zien. Ja, maar dat is een kader van 500 frank. Onkel Dimitri? Ja, wat diest? Paul, zei jij dat? Ja, vers uit Ouagadougou. Ouagadougou. Wanneer gaat je terug? Ik ga niet meer terug naar Afrika. Wat komt je hier doen? Ik heb mijn brief toch gelezen. Dimitri smijt uw brieven altijd in de vuilbak omdat hij schrik heeft dat je geld gaat vragen voor artsen zonder grenzen. Doortje, jij grapkuis. Zou je mij eens niet voorstellen? Ja, Paul, dat is mijn secretaresse Doortje. Doortje, dat is mijn neef Paul. Aangenaam. Aangenaam. Zeg, jij komt toch geen geld vragen, hè? Nee. Maar uw ma die zei dat jij hier nog een kamer vrij had en dat ik bij u kon logeren. Logeren? Ja. Ik heb een interim bij het Virgo Sapienta Instituut hier in de buurt. Ik geef biologie, halftijds. Oh. Ja, maar die kamer is nog niet af. Maar ik zal wel betalen. Maar ik zal die direct in orde brengen. Je bent nog niks veranderd, hè? Kom maar mee, de kamer is boven de garage hier. Dag, juffrouw. Ja, apropos, onkel. Ja. Ik zag dat veld daar. Huh? Is dat hier een goede voetbalploeg? De kampioenen. Een goede ploeg. Als die een bal in de goal shotten, dan is het puur per ongeluk. Oh. Ja, maar sinds dat u een spits en trainer kwijt zijn, is het nog erger dan vroeger.
Geen een trainer? Nee. Wie is er dan nu de baas? Allee, de krotters zijn daar. Ja. Je doet toch geneeskunde, dan moet je toch weten of dat een spier of een pees is. Dat hebben wij nog niet gezien. Mark, wat is het? Rastuik. Niet willen luisteren, hè. Ah, Mark, neus. Shocking. Ik had beter een ploeg travestieten op dat veld. Amai, hij is beter gezien dan gisteren. Ja, voorzitter. Trainer, voorzitter, waterslagers. Hoe dikwijls moet ik u dat nog zeggen? Ja, alleen ja, bon dan. Trainer, voorzitter. Als jij 5 trainingen per week geeft, dan kunnen wij tegen de match geen stap meer zetten. Xavier heeft gelijk, meneer Boma. Wij zijn dat niet gewoon. Hè. Ik weet dat, verdomme. En jij bent de eerste spits die je kent die wegloopt van de bal. Wilde mij de Mark wel eens mijn rust laten? En trouwens, hè, je mag blij zijn dat hem nog spits wil zijn. Spits? Spitsmuis, ja. De eerste keer dat hij tegen de bal schopt, dan verstuikt hij nog zijn voet. Allee. Ja, maar uit, dan valt hij niet meer te lachen, hè. Ja, hier niet, maar op het veld wel. Ja, de slager zwijg. Als ik u mening wil, dan zal ik ze wel geven. Wint u toch niet zo op? Ik wil mij toch niet op Pascal, maar zijn we er niet luisteren. Maar bon, wegens tegenspreken, morgen straftraining. Oh. Ja, maar er is morgen toch al een straftraining? Ah, wel, dan hebben we 2. Oh. Ja, het is gedaan met dat geklungel. Vanaf nu, discipline. Oh. Pascalke, een dagschotel om mijn verdriet in te verdrinken. Niks dan dagschotels. Dan drinkt er niemand nog iets buiten plat water. Tot wanneer dat je een keer een match gewonnen hebt. Oh, maar genoeg is genoeg. Dag, bon. Dat je niet content bent over ons spel, oké, okay, maar als je ook nog ons dagschotels afpakt, hey. Ja, we hebben geen plezier meer zo aan ons spel, hè. De laatste tijd ga ik liever werken dan voetbal. Ja. En ik denk toch niet dat ik zo'n geschikte spits ben. Gaat je weer August stoken, vertoggen? Je bent een echte dictator. Ja, en u moest eens weten hoe dat hij mij behandelde. Dat ben je. Zie je dat? Ja. 3 straftredingen. Voilà. Hey, als je probeert uw trainer voorzitter belachelijk te maken, niet met deze, hè? Wat zeg jij, Pascalke? Ik vind dat ze gelijk hebben. Voilà, nu ook het is van een ander. Ah ja, sinds dat jij hier trainer zijn, is al plezier eraf. Vroeger werd er wel niet gewonnen, maar de mannen amuseerden zich tenminste. Ah, bon. En denk je dat allemaal zo? Ja. Allee, bon. Probeer het dan op te lossen, hè? Maar dan zonder trainer, voorzitter. Dan zeg ik stop ermee, hè. Salut aan de kost. Maar dat zult u allemaal nog beklagen, hè. Verraders. Ja. Allee, mannen. Daar zijn we vanaf. Pascalke, door deze er al. Xavier, ik wist niet dat jij zo'n leidersfiguur was, de Sjoeke. Armee Belge, hè? Hier, Xavier. Allee, mannen. Op de kampioenen, zonder voorzitter. Nee! Zonder trainer. Nee! Zonder veld. Oh, wat denken die gasten wel. Ik ben geen pipo, hè. Ik zou eens willen zien wat voor smoelen ze trekken als ze horen zeggen dat Balthazar Boma hier de kraan dichtdraait en heel dat boeltje verkoopt. Hallo, Dimitri. Hallo, dit is de laatste waarschuwing. Betaal dringend uw facturen op het nummer 320-2025-831-70. Zo niet, bent u een profiteur. Dat zal hem leren. Zo behandelt je klanten toch niet? Boma vraagt toch alleen maar of hij mag wachten met te betalen. Geldwolf. Allee, onkel Dimitri is nog niks veranderd? Zeg, ik heb je toch 20 frank gegeven met uw plichtige communie? Ja, nadat u maar mee gedreigd had u te onterven als je het niet deed. Ja, dat is waar. Dimitri is nog niks veranderd. Je zou eens moeten weten hoe dat ik moet zagen om mijn preet te krijgen. Goh. Ja, zeg, onkel, die lavabo op mijn kamer die is verstopt. Wilt jij eens een loodgieter bellen? Een loodgieter? Weet je wat dat die mannen vragen? Ik zal dat zelf wel repareren. Paul. Ja? Dag. Ja, dag. Zeg, nonkel, die shotters, wanneer trainen die? Want ik zou toch eens willen gaan zien of ik niet kan meespelen. Maar dat kunnen niet doen, Paul. De kampioenen, dat zijn terroristen. Die shotten mijn ruiten uit, zetten de bonden plat van mijn wagenpark, ze jagen mijn klanten weg. Waarom doen die dat? Puur slechtheid. En jij laat dat zomaar gebeuren. Maar wat kan ik doen?
Ik ben maar één man tegen El Ben de Hooligans. Dan zal ik maar een andere club gaan zoeken, hè. En als u nog eens lastig vallen, laat het mij dan maar weten, hè. Bedankt, Paul. Ik ben blij dat jij familie bent. Als Boma ons niet meer op zijn veld laat spelen, dan kunnen we er beter mee ophouden. Ja, misschien als we ons zouden excuseren bij meneer Boma. Oh nee, dan wordt hij nog twee keer zo erg. Ah ja, wat moeten we dan doen? Je moet beginnen, hè, met zelf een trainer te kiezen. Dan heb je een vertegenwoordiger die kan onderhandelen. Oh ja, maar een trainer, dat is geen slecht begin. Ja. Schitterend idee, Bieke. Paul, wie is kandidaat? Allee, André, allee, geen zever, kom. Allee, André. Xavier is kandidaat. Nee, Carmen, Xavier kan toch geen trainer worden, zeker? Voilà. Oh, nee. En wie dan wel? De Mark. Nee, zeker. Die snijbol toch niet zeker? Nee. Ik heb daar toch geen tijd voor. Mijn studies. Allee, bon. Nog iemand commentaar? Ja, ik heb nog commentaar. Oh, ja? Ja, Carmenneke, ik kan toch geen trainer zijn? Ik heb daar geen aanleg voor. Ja, je hebt ook geen aanleg om keeper te zijn en toch zijn het, hè? Jij bent degene die Boma heeft buitengebonjourd, hè? En daarbuis ziet, wil ik trainersvrouw zijn. Goh. Ja, en wie gaat er dan in de goal staan? We hebben al maar 10 spelers. Ah, Mark. Maar wel ja, die ziet er toch al uit als doelpaal. Zeg, maar ik kan dat niet. Ja, maar ik zal u dat wel leren, hè? Ja. Allee, mannen, zeg, tournee generaal, hè? Op de nieuwe trainer. Yeah. Is Xavier, een dagschotel. Zal u goed doen. Bedankt, ik heb geen dorst. Allee, Paul. We hebben dus een nieuwe trainer, hè? Ah, ja, hè? En hoe geraken we nu aan een sponsor? Ah, laat dat maar aan mij over. Ik zal wel eens met Balthazar gaan praten en dan zal die wel bijdraaien. Oh, nee, zeg nu dat we eindelijk van die worst vanaf zijn. Xavier zal wel voor een sponsor zorgen. En Sjoeke? Ja, maar ik zou niet weten aan wie. En Sjoeke? Ja, chef. Ah, voilà. Allee, maar dat is gewoon maar zeker. DDT, oké, Kaas? Ha, Dimitri, enfin! Betaal dringend uw facturen of ik stuur de deurwaarder op u af. Dimitri, zet die répondeur automatiek af en luister, het is van levenskapitaal belang! Zeg, Boma, heb je het nu nog niet door? Ik geef geen uitstel van betaling. Dimitri, ik wil het voetbalveld verkopen. Pardon? Ik verkoop het veld, de kantine, heel de boel. Ik heb genoeg van de kampioenen. En jij krijgt het. Voor 3 miljoen. 3 miljoen? Ah, nee. Houd mijn onder de zot. Bah, ik ben zo serieus onder de jeu. Ja, serieus gestoord. Die truc hebben ze me al dat ik was gelapt, hè. 3 zenuwinzinkingen heb ik aan overgehouden. Maar nu is gedaan. Onnozel kieken. Boah. Dan zoek ik een andere koper, hè. Voilà. Binnen. Dag, Balthazar. Pascal? Wat kom jij hier doen? Ik zou eens met u willen klappen over hetgeen dat er daar straks gebeurd is. Jij hebt mij in de rug geschoten, dat is alles. Ja, ik weet het. Ik weet het. En het spijt me heel erg. Ah. Maar misschien kunnen wij eens gaan dineren. En dan kunnen we misschien samen een oplossing zoeken voor de situatie. Ah, nee. Zo hebt gij mij niet meer, mevrouw Krukke. Ik verkoop het veld aan DDT. En er is niemand die mij van gedacht kan doen veranderen mijn gedacht. Balthazar, dan wilde jij met mij niet gaan dineren. Jij hebt voor de laatste keer bij mij moeten gespeeld, hè? Hallo, Balthazar. Daarbij, ik weet niet of ik vrij ben vanavond. Goedenavond. Zet jij hier nieuw? In zekere zin wel, ja. Ik ben Paul, de neef van Dimitri. Ah, wel, dat zou je ook niet zeggen. Ja, en hoe komt het dat wij u nooit eerder gezien hebben? Ik heb 5 jaar als ontwikkelingshelper in Ouagadougou gezeten. Ah ja?
Ja, ik heb een onkel die in hoe dat je dat toeziet. Nu komt je Dimitri helemaal ontwikkelen, zeker. Ik denk dat daar niet veel meer aan te doen is. Ja, jij bent precies ook een sportman. Ja. Ik zoek eigenlijk een voetbalploeg. Ah ja? Maar hier in de buurt heb je alleen maar die terroristen van een kampioen die onkel Dimitri zo pesten. Terroristen? Hela. Zeg, uw onkel heeft ons ook al toeren gelapt, hè? Oh. Hoe? Zeg jij? Xavier Waterslagers, hè? Sergeant Belgisch leger. En trainer van FC de kampioen. Ah, wel, voor een terrorist zie jij er ferm sympathiek uit. Ah, nee, dan. Voor een de Tremery zei jij heel schappelijk. Ja. Ik ben altijd zo wat zwart schaap van de familie geweest. Zeg, zegt u dan niks om bij ons trainer te worden? Dan kan ik terug in de goal gaan staan. Trainer, ikke? Nee, dat is een veel te ondankbare job. Maar ik wil wel heel graag mee shotten. Ah, ja, ik zal het onthouden. Zit de gorilla in zijn kot? Ik denk het. Waarom? Kunt jij niet even meegaan met mij? Ik moet hem iets heel persoonlijk vragen. Wat, hè? Geld. Nee, daar begin ik niet aan. Veel succes, hè. Maar, Dag, Dimitrieke. En? Goed verdiend vandaag? Zijn dat uw zaken misschien? Voor wat is het? Ik ben deze middag verkozen tot trainer van de kampioenen. Gefeliciteerd. Ja. En bon het nu af. En omdat we u toch een toffe gast vinden, hebben wij besloten met u vrede te sluiten. Dat is heel lief van u. Op voorwaarde dat jij onze nieuwe sponsor wordt. Ik hé? We zijn Boma beu en jij waard eigenlijk onze eerste keuze, hè? Allee, ik ben heel ontroerd. Een schoon geste van u. Dus, je doet het? Natuurlijk niet. Denk je echt dat ik dat nog geloof? Ja, maar dat is echt waar. Wij hebben geen sponsor meer, maar wij hebben u nodig. Dat is dan pech voor u. Dan laat me nu verder werken. Als je u mocht bedenken... Buiten. Is iedereen zot aan het worden? Eerst Boma, die me dat voelt moet verkopen en dan denk. Allee, pak nu op zich. Boma Vleesindustrie. Meneer Boma, ik koop dat veld. Dit is het antwoordapparaat van Baldassar Boma. Klik boodschap in aan de piep. Het is die ware! Voorzichtig. Jij bent al thuis, hè, Pascalke? Merci, Balthazar. Je bent een echte gentleman. Een echte chicken type. Schenkt mij zo'n cognacje. Ik denk dat je beter zou gaan slapen, Pascalke. Slapen? Okay. Ik wil mij amuseren. Ja, Ela. Nee, uw trucken gaat hier niet lukken, madame Krukke. Ik stop met de kampioen. Dat is allemaal niet belangrijk. Ik ben een vrouw en jij bent een man. Oh, Pascalke, dat is te goed. Maar je weet niet meer wat je doet. Kom maar, ik breng u naar uw bed. Oh. Jij kleine deun. Ja, draag mij de trappen op. Gelijk Clark Gable, ingeplaagd door de wind. Ja. I wanna be loved by you. Tot morgen, hè, Pascalke. Ga jij nu al weg? Het is ook tijd, hè, bij gedacht. Krijg ik dan geen nachtzoentje? Hallo. Pascalke, ik ga weg. Want dat is daar echt waar. Je zou dan al wat. Meneer Boma. Hoe durft je? Zeg alsjeblieft, dat is niet wat je denkt.
Dag Bark, dag Mieke. Je hebt ons maar zat gevoerd, jij. Verkrachters. Wat? Papa Pascalke, zeg ik dat ik onschuldig ben? Onschuldig? Jij? Kom hier, lekker dier. Als jij niet maakt hè, dat je direct aftrapt, dan bel ik de politie. Maar ik ben al weg, joh. En dat veld en die kantine, kun je op je buik schrijven. Van u? Maar hoe kun je hem dan nog met Boma? Wat heb je daarop te zeggen? Goedemorgen. Amai, het zit er weer tegen. Moet je niet? Zeg, moet jij mij geen proficiat wensen? Nu dat mijn Xavier trainer is geworden? De grote gezot hadden ze zeker niet kunnen vinden. Jawel, maar u wilde ze niet meer. Bomake, pak toch op. Ik smeek u. Ik koop uw voetbalveld. Boma! Ja, kijk, Menneke, ik mag u proficiat wensen. Met het kortste trainerschap in de geschiedenis van de Belgische voetbal. Wat blief? Oh, dat zullen we toch nog wel eens zien. Mijn gedacht. Mieke, er zal misschien een goede reden voor zijn, hè? Het was nogal duidelijk welke. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Krukke. Ja, je kunt toch nog opstaan? Mieke, alsjeblieft, schreeuwt zo niet. Maar als jij met Boma begint te vrijen, hè, dan ziet je mij hier niet meer. Bieke, Balthazar is gewoon een goede vriend. En wat deed die een goede vriend dan in uw bed? Balthazar in mijn bed. Het is niet waar, hè. Oh. Tasje koffie, mevrouw Krukke. Ja, misschien maar. Hoe die dat durft, hè, u zo zat voeren. Bieke, ik heb geprobeerd om hem zat te voeren, maar het is mij niet gelukt. Wat, hè? Hoe zijn jij nu allemaal zot geworden? Allee, Mark, zegt jij ook eens iets? Eén klontje of twee? Pieke, ik heb geprobeerd om Balthazar een beetje beter gezien te maken, zodat hij van gedacht zou veranderen. Ah, wel, dat is dan goed gelukt, want hij gaat direct het veld verkopen aan DDT. Allee, proficiat, man. Goed gedaan. Oh. Carmen, we moeten onmiddellijk iedereen verwittigen. Ja, goed gesproken. En avant. Oh. Mark! Oei. Allee, ze zijn weg, mevrouw Krukke. Ja. Het zal nu wel een beetje beter gaan, zeker? Nee. Eet misschien een beetje. Stukje spek met eieren? Dimitri, ben ik blij dat ik u zie. Drink er een mee. Het is toch weer niet om te lachen, hè? Want ik voel al een inzinking aankomen. Nee. Deze keer is het serieus. Hela, de kampioenen smijten mij buiten uit mijn eigen ploeg. Ja. En dan zegt die trein van die Bieke nog dat ik een verkrachter ben. Ja, misschien dan nu dat contract. Mijn gedacht, kom, zet u. Zeker, meneer Boma. Graag, meneer Boma. Dat is formidabel, meneer Boma. Boh, 3 miljoen. Had ik gezegd, hè? Past u dat? Het is wel wat veel, hè? Ik ben maar een kleine zelfstandige. Ah, boh. Maar wil ik dan eerst zien of ik een andere koper vind? Nee, het zal wel gaan. Dat was maar om te lachen. Ah. Bon, dan is dat in de sakos. 3 miljoen. Kom, allez. Het is die ware wereld. Meneer Boma, alstublieft, verkoop dat veld niet. Het is mijn veld en ik doe er mee wat ik wil. Geld gelijk. Als je het veld verkoopt, dan kuis ik hier nooit meer. In orde, dan wordt het hier misschien eens proper. Balthazar, en onze vriendschap dan? Niet toegeven, meneer Boma. Volhouden. Het spijt me dat ik u een verkrachter genoemd heb. Ik was verkeerd. Ah. Balthazar, laat uw groothart eens zien. Allee, kunt je ons nu nog één kans geven? Ja, hè? Ja, eentje maar. Boze Swiedakke. Nee! U valt Ik zal het veld niet verkopen als je zaterdag wint tegen de Knokkers. Ja, maar de Knokkers die staan nummer 1. Ja. Het is te nemen of te laten.
Allee, wat is het nu? Het is goed. De kampioenen zullen winnen. Ja, maar we zijn maar met 10 spelers. Als je verliest, zal het u van beste dag niet zijn, hè, manneke. Carmen begint niet, hè. Ja. Ik los dat hier op. Amai. Allee, Bob. Allee, kom dan, hè. Balthazar, merci. Meneer Boma, wil de mayonaise tot zot thuis voeren? Ben jij zot? Ja. Ik heb het toch zelf gehoord. De kampioenen hebben toch geen schijn van kans tegen die knokkers. Zaterdag is dat veld van u. Waar blijft u nou de speler nu? Ik weet niet, die had toch beloofd te komen? Ja, zeg. Zeg, zo'n waterslagers, dat de beste mogen winnen, hè, joh? De knokkers dus, hè? Wacht maar, Scharminkel. Onze Xavier zal u nog wel doorverschieten. Test, 1, 2. Hé, wat ga je daarmee doen? Ja? Moet je toch rechtstreeks verslag uitbrengen? Kijk, dat is niet waar. Ja, maar wacht. Ik zal het wel doen. Stop. Dimitri. Nee, Dimitri. Ja, maar gaan we toch keepen? Zo, beste luisteraars. Welkom bij deze laatste match van FC de Kampioenen tegen de supersympathieke en onklopbare knokkers. De kampioenen zijn slechts met 10 en maken dus geen enkele kans. En vergeet ook niet een bezoek te brengen aan de prachtige nieuwe showroom van DDT OK-Cars. Zo, beste luisteraars, de wedstrijd is begonnen. En wij zien... Ja, en naast mij hier hebben we de sympathieke meneer Boma, die binnenkort het veld zal verkopen aan DDT OK-Cars. Waardoor u natuurlijk nog over een betere service zal kunnen beschikken. Wat vindt u van de wedstrijd, meneer Boma? Wel, ik moet zeggen dat... Ja, en daar dan een aanval van de knokkers. De vraag is, zal de nieuwe kipper aan de druk kunnen weerstaan? Hé, hey, kom aan, Mark, je kent het! Is er te veel wind, Markske? Prachtig doelpunt van de knokkers. En dan misschien nu graag een reactie van de trainer Xavier Waterslagers op deze enorme tegenslag. Vrijt uw micro op. Oh, beste luisteraars, u hoort hetzelfde. Kampioenen zijn niet alleen de zwakste ploeg, maar ook nog een stel onbeschofte boerenkinkels die niet tegen hun verlies kunnen. Zeg, prutscharagische. Als je daar niet mee stopt, hè, dan stuur ik onze nero achter u, hè. Dat is censuur, hè? Kom aan, knokkers! Allee, kampioenen, aanvallen! Dikke! Zeg, wie is er hier dan trainer? Ja. Dikke! Aanvallen! Sorry dat ik te laat ben, hoor. Ja, dat is niet erg, Paul. Ga maar op het veld. We hebben u nodig. Zeg, Paul, wat kom jij er doen? Ik ben een helft man. Toch, hè? Dat kun je toch niet doen, Paul? Dat is toch familie? Daar is Paul. Amai, zeg, zo rap. Oh, en zo'n techniek. En zo'n schoon benen. Kom maar naar 18! Dimitri, moet je nu geen verslag meer uitbrengen? Tot ga je! Je kan het al shotten, hè, uw neefje. Zijn we spinnen de kampioenen nog, zeg. Paul, Paul! Ha 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 ha!
kampioenen en op onze nieuwe speech Paul de Tremerie. Ja. En op onze nieuwe trainer Xavier Waterslagen. Ja. En op mijn lieftallige echtgenote aan wie ik dit allemaal te danken heb. Bo, je hebt dus gewonnen tegen de knokkers. Proficiat. Maar ik ben de man van zijn woord. En dat weet je. Ik zal dus het veld niet verkopen. Nog een goede middag allemaal. Balthazar. Ja. Wij moeten u nog iets zeggen. Hé, mama? 1, 2, 3, 4. Zonder onze Boma kunnen wij niet schotten. Zonder onze Boma kunnen wij niet zijn. Ipip. Hoera. Ipip. Hoera. Meneer Boma, in naam van de kampioenen moet ik u vragen of je alstublieft opnieuw sponsor wilt worden van de ploeg. Het is goed. Oh. Maar op één voorwaarde, dat Paul bij ons blijft meespelen en kapitein wordt. Oké, mannen. Ja! Bieke, geef meneer Boma zijn merk van mij. Ja. Ik heb het wel. Hey. Maar ik moet zeggen, er stond een ploeg op dat veld. Oh, we zijn blij. Ik ben fier op u. Ja, volgende. Balthazar. En ik ben fier op u. Echt waar? Wat? Ik kan het niet.